ik mag binnenkort mag ik weer mee met een reis, een artiestenreis naar Oostenrijk. Iets wat ik altijd heel erg leuk vind, want dan ben je lekker onder de mensen. En dan, dat is ook goed, denk ik, voor het liedje. Want dan zie je ook de reacties vanuit de fans, zeg maar. Er komt een album uit, een verzamelalbum, het beste van. Ik ga dit jaar zeker een nieuwe cd opnemen. Gewoon een compleet nieuw Gradames album. En verder ga ik heel veel optredens doen, heel veel promotiewerk door het land heen. Hetzelfde wat ik 10 jaar geleden deed. Niet alleen bij de grotere stations, maar ik wil ook graag langs de kleinere stationnetjes. En langs de piraatjes die 10 jaar geleden ook mijn liedjes draaien. En ja, dan denk ik dat het jaar weer zo voorbij is. Ja. Die artiestenreis, wanneer is die? Die is in maart. In maart gaat de Tros weer een reis doen naar Oostenrijk. En dan mag ik mee. Dat is toch lekker. Kun je skiën? Ik kan een beetje skiën. Nou, ik moet zo zeggen, ik kom van elke berg af. Ik heb nooit geen les genomen met skiën of zo. Ik heb gewoon skis aangetrokken, schoenen. En ik heb mezelf naar beneden laten vallen. En dat gaat al 15 jaar goed. Dus mensen kunnen jou in maart op de lange latten zien? Ja, en anders met een groot wit gipsen been.